Ik ben René, René Lefeber en werkzaam bij de Kazen Matten, daar beneden. En nu bevinden we ons in het torentje, geconstrueerd op het dak van het Lamsinshuis. Het voormalig stadspaleis van Cornelis Lamsins. Ja, geweldig, met die wind om ons heen en het uitzicht wat we hebben over de Reede van Vlissingen, waar we de loodswissel bekijken en de scheepvaart kunnen volgen. Aan de Nieuwe Dijk, destijds enorm belangrijk, het meest belangrijke gedeelte van de stad Vlissingen. Zicht op de andere torens, de gevangenentoren en de Sint-Jacobstoren. Ja, fantastisch. De sfeer, het knussen, de verbanddelen, het klassieke, de degelijkheid. En de sculptuur van de roos, niet te vergeten. De symboliek, sub rosa. Iets uit een term uit het Latijn, vooral vanaf de 16e eeuw gebruikt om aan te geven dat zaken die besproken werden in vertrouwen en in het geheim besproken werd. En dat ook zo diende te blijven. En dat is hiermee nogmaals een keer markant aangegeven door deze plafonnière. Schitterend. Ik vind het fantastisch. Het echte avontuur eigenlijk van Lamsins, het maritieme avontuur, vertrok vanuit deze toren voor mij. En dat heeft voor mij toch ook wel een bijzonder gevoel.